mensen gevangen. Natuurlijk, het kanaal! Welkom bij Get Pranked! Vandaag gaan we deze heel arme visser pranken. Hij woont nu in een doos, maar hij kan heel rijk worden. Als hij nu heel blij reageert, dan mag hij in dit heel chic huis gaan wonen. Maar als hij neutraal of boos reageert, en dan mag hij in zijn eigen doos blijven slapen. Prank 1. We gaan het stoeltje van de arme visser wegtrekken. Als hij valt, valt hij op de smerige, vuile, modderige, natte grond. Oh, ik hoop echt dat het lukt. Oh nee. Prank 2. De vis heeft geen huis, maar heeft hij wel een vergunning? Komen erachter. Ik heb me vermomd als controleur. Eens kijken of we deze visser kunnen pranken. Dag meneer, ik ben de inspecteur van politie Limburg Oost-West-Zuidercomité. Heeft u een vergunning? Nee. Waarom reageert hij zo? Nu weet hij echt niet wat hij moet doen, hè? Dat moet wel, hè? Anders mocht u er niet vissen, hè? Maar volgende keer vliegt u in de bak, hè? Dag! Het is mislukt, hè? Mislukt. Doe maar. Hij reageert alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. De tweede prank was helemaal mislukt. En niet alsof het allemaal normaal was. Deze prank is super belangrijk. Ja, nu gaan we alles uit de kast halen. Dat is de mag niet zomaar, hè? Dat begrijp ik. Dat je niet zo snel uit. En we vergunning hebben, hè? De wet. Hij heeft nu traag gereageerd, dus hij slaapt weer in zijn doos. Nee.